President Chandrika Prasad Santokhi roept de samenleving op om nationale eenheid te laten zien gedurende de aankomende CARICOM Heads of Government. Tijdens de regeringspersconferentie op maandag 27 juni is de regeringstop ingegaan op actuele vraagstukken. Het staatshoofd stond stil bij de uitstel van de belastingtoegevoegde waarde, de Oil and Gas Summit, de CARICOM staatshoofdenvergadering en het beheersen van wateroverlast. Vice-president Ronnie Brunswijk belichtte de maatregelen om slachtoffers van wateroverlast tegemoet te komen. The conference of the heads of government of Caribbean Community van 3 tot 5 juli. Daar komen alle regeringsleiders van CARICOM. En het is voor het eerst dat Suriname zo'n conference mag hosten. In het verleden hebben we intersessioneel gehost. Dat is een heel ander karakter dan die conference. Zoals we nu gaan hebben in Suriname. Er zullen 13 regeringsleiders hier verwacht worden van de 15 lidstaten met een ministeriële en technische delegatie. Ruim 400 personen zullen aanwezig zijn. En hierna zullen verschillende delegaties die geaccrediteerd zijn aan CARICOM ook aanwezig zijn, zoals de Europese Unie. Ook de hoofden van de regionaal CARICOM-instituten die zullen participeren aan de summit. En wij verwachten enkele bijzondere gasten op deze conference. Dat is de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de ACP-landen, de secretaris-generaal van de Association of Caribbean States en ook wordt verwacht de minister van Staat van Saudi-Arabië. En die heeft al eerder dit jaar een kort bezoek gebracht aan Suriname. Daarnaast zal er ook in de marges van de vergadering ook de vergadering worden gehouden van COFAP, de Raad van Ministers van Financiën van CARICOM, op 3 juli. We zullen ook op 3 juli bij de openingsceremonie ook een paar awards uitreiken aan een paar Caribbean sporters. We hebben ook het bilateraal dialoog met Guyana. De dialoog wat we in feite continueren op basis van het platform van Strategic Dialogue and Cooperation. En dat zal ook hier op 2 juli gehouden worden onder leiding van de twee presidenten van Guyana en Suriname. Op dezelfde dag zullen wij de 10 kilometer roadrace organiseren met participatie van Surinaamse atleten en Caribische atleten. En dat zal de eerste zijn na de COVID-periode. We zullen tijdens deze overeenkomst ook de dubbele belastingovereenkomsten ook tekenen. En dat is bijzonder belangrijk voor ondernemers, bedrijven die wensen te ondernemen in meerdere landen, in Suriname en andere landen, dat ze in ieder geval gevrijwaard zijn van dubbele belasting. En natuurlijk zullen we onze gasten ook laten zien wat Suriname is in al haar aspecten. De diversiteit, de flora en fauna, kunst, cultuur, cuisine, muziek en ook die nationale eenheid die we nodig hebben. En dat heb ik al gedaan. Ik heb in het parlement opgeroepen, die nationale eenheid, laten we dat ook laten zien. Niet alleen tijdens deze activiteiten, maar altijd, maar in het bijzonder als we de hele wereld hier in Suriname hebben en de beste kanten van ons kunnen laten zien. We gaan ook technische bijstand vragen voor de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen, met name ook de climate financing, carbon credit strategy, maar ook hoe wij als land onze natuurlijke hulpbronnen goed kunnen ontwikkelen met het achtnemen van de internationale milieunormen en standaarden. We zullen ook bespreken regionale vraagstukken zoals kwestie Haiti, hoe we gezamenlijk als regio en de wereld Haiti kunnen ondersteunen bij het herdemocratiseren, bij het brengen van die verkiezingen. Maar ook de kwestie van Oekraïne, oorlog daar zo, zullen we bespreken en de inzichten van de Verenigde Naties ook en van hem moeten vernemen. We gaan ook de minister van Curaçao, de minister van Financiën van Curaçao hier ook op bezoek hebben. Een handelsmissie van Trinidad met heel wat vertegenwoordigers van de private sector. Die zullen ook hier aanwezig zijn met de private sector afspraken te maken, overeenkomsten sluiten om samen business te doen, om samen handel te drijven. Vooral in het Brokopondo gebied hebben ze wat betreft voedselpakket, kan ik hier zien dat 4.588 pakketten vanaf in juni tot nu toe. En als ik kijk wat betreft water, dan zie ik dat daar
we een totaal van afgerond 6000. En dan hebben we nog Tapolins, 187. Een aantal Durotanks hebben we 33. Maar dit gaat specifiek over mensen die echt getroffen zijn. Het gaat niet over heel Brokopondo, maar het gaat over die mensen die getroffen zijn, die hulp nodig hebben, is hulp geboden.